In dit filmpje wil ik graag 4 verschillende smoothie recepten met jullie delen. Ik maak smoothies meestal met vriendinnen als een lekker tussendoortje, maar ik neem ze ook regelmatig bij mijn lunch of ontbijt. We beginnen met de aardbeiensmoothie. Hiervoor heb je nodig suiker, aardbeien, melk en yoghurt. Eerst neem je voor je aardbeiensmoothie 500 ml melk en doe hem in een blender. Daarna pak je de yoghurt en neem je daarvan 200 ml. Daarna mix je ze goed door elkaar voor ongeveer 20 seconden op de laagste stand. Daarna neem je een schaaltje aardbeien. Je kan er zelf zoveel in doen als je wilt. Dit stop ik allemaal in de blender en mix ik weer voor ongeveer 20 seconden. En dan heb je een lekkere aardbeiensmoothie. Dit is ongeveer genoeg voor 4 volle glazen. Dan gaan we door naar de bananensmoothie. Hiervoor heb je nodig ijsblokjes, 2 bananen, suiker en melk. Je neemt de banaan en snijdt ze in stukjes. Dat is makkelijker voor in de blender. Dan pak je ongeveer 1 volle kop met melk. Dan doe je dit allemaal in de blender en zet het op stand P. Als je die niet hebt, kan je hem ook op de laagste stand zetten. Daarna doe je er 1 volle glas water bij. Dan 1 schepje suiker. En ik neem zelf ongeveer 8 ijskrontjes. Dan kun je weer beginnen met mixen. En tadaa! Hier heb je dan je bananensmoothie. Dit is ook genoeg voor ongeveer 4 glazen. Dan hebben we nog de blauwe bessensmoothie. Hiervoor neem je 1 banaan, een bakje blauwe bessen, honing, yoghurt en melk. Ook hier snij ik de bananen alvast in stukjes en gooi ze in de blender. Dan neem ik een half kopje melk en gooi het erbij. En zo neem ik nog 1 beker vol met yoghurt en gooi het erbij. Dan neem je 2 eetlepels honing. Als je het lekker vindt, kan je altijd nog meer doen, maar dit is het recept dat ik aanhoud. En dan begin je weer met mixen op de laagste stand voor ongeveer 30 seconden. Daarna kun je de blauwe bessen erbij doen. Ik heb het hele bakje gebruikt, maar dat is natuurlijk aan jou. En dan begin je weer goed te mixen voor ongeveer 30 seconden. En hier heb je dan weer 1 blauwe smoothie. En dan gaan we door naar het experiment de pindakaas smoothie. Hiervoor heb je nodig 2 bananen, ijsblokjes, honing, een pot met pindakaas en melk. Ik heb hier ook de bananen in stukjes gesneden en doe ze in de blender. Daarna neem ik 1 beker met melk. En ongeveer weer 8 ijskrontjes. Dan pak ik een pot met pindakaas en ga het uitlepelen. Nou ja, dit gaat dus een beetje moeilijk. Dus ik pak alvast een lepeltje bij. En mijn vriendin heeft verteld dat ik goede scheppen moet pakken. Ongeveer 3 grote scheppen. Naar mijn idee is dat nogal veel. Je kan er wat minder in doen. Maar ik dacht, nou ja, ik luister naar haar en ik probeer het eens. En dan weer blenden, 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 blenden. Nou, het ziet er al interessant uit. Ik ben heel erg benieuwd. Nou, ik heb hem dus geproefd en het is echt 1-0 pindakaas van de banaan. Proef je helemaal niks meer terug. Het is gewoon vloeibare pindakaas. Ik vind het niet heel erg lekker, maar jullie zouden het allemaal kunnen proberen. Dit waren dan mijn 4 smoothie recepten. Ik ben erg benieuwd welke jullie het lekkerst lijkt en of jullie vaker smoothies maken. Als jullie willen dat ik dit soort recepten vaker ga maken of andere recepten, laat het me dan weten in de comments. En bedankt voor het kijken!